Good afternoon. Goedemiddag. We're going to We're going to talk about the relationship between a young man and a young woman in the Christian faith. We zullen het vanmiddag hebben over de relatie tussen een jonge man en een jonge vrouw binnen het christelijk geloof. I'm going to go through several scriptures. Ik ga een aantal teksten lezen. And I realize that we probably don't have time for everyone to look these up in their Bibles. En ik ben me ervan bewust dat waarschijnlijk niet iedereen de tijd heeft om die teksten allemaal ook mee te lezen en op te zoeken. But if you get the recording of this, you can go back and look up the text. Maar als je nog een keer naar de opname van deze samenkomst kijkt of luistert, dan kan je ze er weer bij halen. Let's go to the Lord in prayer. Laten we de Heer bidden. Father, I pray that you would give us wisdom. And I pray that you would fill us with the Holy Spirit, and that you would help us to understand that these are difficult times in which we live, that immorality runs throughout our streets and our homes and even into our churches, that you have given good words, statutes and commands to guide us so that we might have a prosperous and godly life. Lord, help us to see that these commands are not burdensome, but they lead to life. Help us, Lord, this hour. In Jesus' name, amen. To start out, I think that one of the things that we first have to do is recognize that things are very, very wrong. Nou, om mee te beginnen, het eerste wat heel belangrijk is, is dat wij erachter komen dat bepaalde dingen gewoon helemaal verkeerd zijn. Not just outside of the church, but many times inside of the church. Niet alleen dingen die zich buiten de kerk afspelen, maar ook dingen die zich binnen in de kerk afspelen. Very rarely do we have teaching, a biblical teaching on the relationship between a man and a woman. Er is soms zo weinig onderwijs over, over wat de Bijbel zegt over de relatie tussen jonge meisje, man, vrouw. And because of that, we see in our churches today the same thing that they saw in Israel in Judges chapter 17, verse 6. En dat is om die reden dat we ook in onze kerken vandaag de dag zoveel zien als wat er ooit in Israël was, waarover geschreven staat in Richteren 17, vers 6. The Bible says this. De Bijbel zegt daar dit. In those days there was no king in Israel. Every man did what was right in his own eyes. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat recht was in zijn ogen. When we do not teach the word of God with regard to every aspect of our life. Als wij niet Gods woord onderwijzen ten aanzien van alle aspecten van ons leven. We have stopped living under the sovereign rule of God. Dan zijn wij ermee gestopt om onder zijn heerschappij te leven. If you believe that God has not spoken with regard to a certain thing in your life. Als je denkt dat God niet heeft gesproken met het oog op een bepaald gebied in jouw leven. Then you begin to do that thing according to what's right in your own mind. Dan ga je met dat gebied in je leven om zoals je zelf denkt dat je daarmee om moet gaan. And that always leads to death. En dat leidt altijd tot de dood. In Hosea 4:6 we read this. In Hosea hoofdstuk 4 vers 6 daar lezen we dit. God says, my people are destroyed for a lack of knowledge. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. With regard to the relationship between a young man and a young woman. Ten aanzien van de relatie tussen een jonge man en een jonge vrouw. There is not much teaching. Is er zo weinig onderwijs. But there is a lot of destruction, isn't there? Maar er gaat wel heel veel stuk op dat gebied. A lot of suffering and a lot of pain. Heel veel lijden en heel veel pijn. And most of it is the result of sin. En heel veel daarvan is gewoon het gevolg van zonde. And that sin is oftentimes the result of a lack of knowledge. En die zonde is vaak het gevolg van gebrek aan kennis. You know, we can take this Bible and hold it up and say it's the word of God. We kunnen de Bijbel nemen en hem omhoog houden en zeggen dit is Gods woord. We can say we are a biblical church. We kunnen belijden dat we een Bijbelse gemeente zijn.
But what does that mean? Maar wat heeft dat te betekenen? Of wat betekent dat? It should mean that we study this Bible so that it'll tell us about how to live our life. Het zou moeten betekenen dat we ons verdiepen in de Bijbel om erachter te komen hoe we het leven behoren te leiden. Not just our religious life. Niet alleen ons godsdienstige leven, but our entire life. Maar ons gehele leven. Everything we need to guide our life is found in the Word of God. Alles wat we nodig hebben om ons leven te leiden, daarover kunnen we lezen in Gods woord. It is full of wise principles from God. Gods woord staat vol met hele wijze levensprincipes die van God komen. And great commandments. En ook heerlijke geboden. I want us to read in Isaiah chapter 1 verses 4 through 6. Ik wil jullie lezen Jesaja hoofdstuk 1. Now, vers 4 tot en met 6. Before we read this text, I want you to listen to it and then ask yourself the question: does this apply to modern day Christianity in the West? Nou, voordat we deze tekst lezen, wil ik jullie deze vraag stellen. Denk je dat deze versen van toepassing zijn op het christendom dat we vandaag de dag in de westerse wereld tegenkomen? Verses 4 through 6, chapter 1. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Ze hebben de Heere verlaten, ze hebben de heilige Israëls gelasterd, ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, en geen derhalve is met olie verzacht. God was not saying this in order just to hurt his people. Nou, God die zei dit niet tegen zijn volk om hen daarmee pijn te doen. He was saying this in order to help them and heal them. Maar hij zei dit tegen hen omdat hij hen wilde helpen en hen wilde genezen. He said that their lives were weighed down and full of burden because of their sin. Hij zei tegen hen dat hun leven ver onder de maat was en vol was met zware lasten vanwege de zonde. And their problems had come from only one thing. They had abandoned the Lord. En dat al die problemen maar uit één ding voortkwamen, namelijk dat ze van de Heere waren afgeweken. And they had despised the Holy One of Israel. En dat ze de heilige Israëls waren gaan verachten. How did they do that? Hoe deden ze dat dan? They turned away from him. Ze keerden zich van hem af. They did not acknowledge his lordship in every aspect of their life. Ze hadden geen erkenning daarvan, of ze erkenden hem niet als Heer over alle gebieden in hun leven. Instead of looking into the law to discover what God desired, in plaats van dat ze zich verdiepten in de wet om erachter te komen wat God van hen vroeg, they did what was right in their own eyes. Deden ze gewoon wat juist was in hun eigen ogen. And because of that, they were covered in sickness and wounds. En het gevolg daarvan was dat ze bekleed waren met ziekte en allerlei verwondingen en wonden. And they found no healing. En dat ze geen genezing konden vinden. Does that apply to our lives today? Nou, is dat van toepassing op onze levens vandaag? When you need to discover how to act in a certain situation in life, what do you do? Als jij je afvraagt hoe je moet handelen in een bepaalde situatie in het leven, wat doe jij dan? Do you go to the Word? Ga je dan naar Gods woord? Or do you do what's right in your own eyes? Of doe je wat juist en recht is in je eigen ogen? Or do you do what your culture tells you to do? Of ga je doen wat de omringende cultuur tegen je zegt dat je moet doen? Have you ever studied to determine how you're supposed to be a good son or a good daughter? Heb je je ooit verdiept en bezig gehouden met de vraag hoe Gods woord zegt dat je een goede zoon, een goede dochter van je ouders kan zijn? Have you considered both the warnings and the promises for disobedience and obedience? Heb je je wel eens verdiept in de zowel de waarschuwingen, maar ook de beloften die er zijn ten aanzien van ongehoorzaamheid of gehoorzaamheid jegens je ouders?
Are you following the principles God has set out with regard to your relationship to your mother and father? Leef je volgens de principes die de Heere God in zijn woord heeft gegeven aangaande jouw relatie met je ouders? Probably not. Waarschijnlijk niet. You probably don't even know what they are. Misschien weet je zelfs wel niet eens wat ze zijn. And because of that, your relationship with your parents suffer. En een gevolg daarvan is dat jouw relatie met jouw ouders daaronder leidt. Have you considered what the Bible says about being a young man and a young woman and entering into a relationship with the opposite sex? Heb je je wel afgevraagd en je verdiept daarin wat Gods woord zegt over een jonge man zijn, een jonge vrouw zijn en een relatie met elkaar aangaan en wat Gods woord daarover zegt? Can you tell me what God says about the time when it is appropriate for you to do that? Kan je mij, weet jij wat Gods woord zegt over de tijd waarop het zover is dat je dat kan doen? Can you tell me the principles laid out in God's word with regard to how to select a mate? Weet jij iets van de principes die in Gods woord staan, die we daar kunnen vinden ten aanzien van wat belangrijk is met het vinden van een man, een vrouw, een levenspartner? Can you tell me the precautions you're supposed to take whenever you enter into a relationship with the opposite sex before you're married? Zou je mij kunnen vertellen welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen voordat het goed is dat je echt in een relatie gaat staan met een ander? If you're a parent here today, als je hier vanmiddag zit als ouder, can you tell me what the Bible says with regard to your role? Kunt u mij vertellen wat de Bijbel zegt ten aanzien van uw rol as a parent, daarin als ouder? Can you tell me how you're supposed to help your son or daughter when they begin to enter into a relationship with someone of the opposite sex? Kunt u mij vertellen hoe u uw zoon of dochter kunt helpen wanneer zij verkering krijgen met een jongen en meisje? Can you take a piece of paper and write out all the biblical principles? Kunt u mij op papier geven de Bijbelse principes daaromtrent? Maybe not. Misschien wel niet. Probably not. Waarschijnlijk niet. And then we wonder, why are we so sick? En dan vragen we ons af, hoe komt het dat we zo ziek zijn? Why do we suffer so much? En waarom is er zoveel lijden? Why is there so much hurting? Waarom is er zoveel pijn? Can't you see we do the same thing that Israel did? Zien we dan niet dat we eigenlijk hetzelfde doen als wat Israël toen deed? We don't follow what he told us. Wij volgen niet na wat hij tot ons heeft gezegd. Because we don't even know what he told us. Omdat we niet eens weten wat hij ons heeft gezegd. Because we do not seek it out and very rarely is it taught. Omdat we het niet onderzoeken en het wordt zo weinig ook onderwezen. Now, we must not only realize the situation we're in, but we must all also realize and come to full agreement that our lives must be lived out for the glory of God and in submission to him. Nou, het is niet alleen belangrijk dat we tot besef komen van in welke toestand wij zijn, maar we moeten ook gaan beseffen dat wij geroepen zijn om in alle dingen te leven ter verheerlijking van hem. Let me share with you two things about God. Ik wil twee dingen tot u zeggen ten aanzien van God. First of all, he loves you. Ten eerste, hij heeft je lief. So he is never going to command you to do something that's going to hurt you. Dus hij zal jou nooit iets opdragen dat jou zal beschadigen. That's going to mess up your life or cause you to fall in sin. Waardoor je leven een puinhoop wordt of waardoor je in zonde zult vallen. He's also going to command you the things that will bring you life. Hij zal je die dingen gebieden die jou het leven zullen geven. And will bring you joy. En die jou vreugde zullen geven. Do you believe that? Geloof je dat? Well, let me tell you a second thing about God. En het tweede wat ik wil zeggen over God. He knows everything. Hij weet alles. I know you're a teenager and you know everything too. Ik weet dat je een tiener bent en dat jij ook alles weet. But God really does know everything. Maar God weet echt alles. And you don't. En jij niet. Doesn't it make sense to follow someone who loves you more than anyone else and who knows absolutely everything? Is het niet heel redelijk om ervoor te kiezen om degene te volgen die jou zo lief heeft en die tegelijkertijd ook alles weet?
You would have to be insane not to do that. Je zou eigenlijk gek zijn als je dat niet zou doen. And that is why the old writers used to refer to sin as insanity. En daarom waren de oude schrijvers die als ze over de zonde spraken, dan benoemden ze dat als een vorm van gekte. Let me give you some principles about what should be the attitude of our lives. Ik wil je een paar principes geven ten aanzien wat onze levenshouding behoort te zijn. 1 Corinthians 10:31. 1 Corinthians 10 vers 31. Whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. Of je nu eet of drinkt of wat je dan ook doet, doet alles ter ere Gods. The only way your life is ever going to grow in fullness is by learning to submit to this truth more and more. De enige manier waarop jouw leven zal toegroeien naar een grotere volheid is wanneer je leert om je te onderwerpen aan dit principe. We should do everything we do for his glory. Dat je leert om alles wat je doet te doen tot eer van hem. The things we watch, we should watch only because they bring glory to God. De dingen waar we naar kijken, dat we alleen naar de dingen kijken die eer brengen aan God. The relationships we enter into, we should enter into them only because they glorify God. En de relaties die wij aangaan in dit leven moeten we alleen maar aangaan als zij God verheerlijken. And if they don't glorify God, then we should avoid them. En als een bepaalde relatie niet tot eer van God is, dan moeten we die relatie stoppen. The way we dress should glorify God. De wijze waarop wij ons kleden moet tot eer zijn van de Heere God. Now, let me ask you a question. Nou, laat me u deze vraag stellen. And just answer this in your own mind. En probeer er voor uzelf eens een antwoord voor te formuleren. How many times in your life when you have stood before the mirror dressing? Hoe vaak is het gebeurd in jouw leven dat je voor de spiegel stond, jezelf aankledende? Have you looked in the mirror and asked yourself this one question? Heb je in de spiegel gekeken en heb je deze vraag aan jezelf gesteld? Does the way I look glorify God? De wijze waarop ik eruit zie, is dat tot eer van God? Would some of you have to say, I've never done that in my life? Zijn er onder ons vanmiddag die zeggen, eigenlijk heb ik die vraag nooit gesteld? Do you see the problem? Zie je wat het probleem is? And not just in that, but in every aspect of our life. Have you ever been watching television? En niet alleen daarin, maar in alle aspecten van ons leven. Heb je ooit naar de televisie gekeken? And ask yourself the question, does this glorify God? En heb je wel eens televisie kijkende jezelf diezelfde vraag gesteld? Is dit ter ere Gods? I have a friend who has a television set. Ik heb een vriend en die heeft een televisie thuis. And on the top of his television set he has a big sign. En bovenop op zijn televisie heeft hij een groot teken. Does the program you're watching glorify God? Het programma waar je naar kijkt, is dat ter ere Gods? He hates that sign. Hij heeft een hekel aan dat teken. But it saves his life. Maar het redt hem. Do you see? Zie je? Many times when a preacher preaches, I think the audience thinks he's just reciting poetry or something. Ik heb de indruk dat heel vaak als predikers staan te preken, dat de luisteraars denken dat hij het over poëzie heeft of zo. You listen and you say, oh, that's nice. Je luistert ernaar en je zegt, nou, dat klinkt mooi, zeg. Hallelujah. Hallelujah. But you don't think you have to really listen to it. Maar je denkt tegelijkertijd dat je er eigenlijk helemaal niet echt naar hoeft te luisteren. One day a preacher was preaching to a small church. Een keer was een prediker die stond te preken voor een kleine gemeente. And he looked out the back, the door of the church, he could see it from the pulpit. En hij keek naar achteren en helemaal achterin was de uitgang van de kerk. And a thief had come in the back door and was stealing everyone's jacket. En hij zag dat er een dief de kerk was binnengekomen en ieders jas aan het stelen was. And so the pastor said, a thief is stealing our jackets. Dus die dominee die zei op dat moment, een dief is bezig al onze jassen te stelen. And the congregation said, amen. En de hele gemeente zei, amen, broeder. And he said, no, a thief is stealing our jackets. En de dominee die zei, nee, er is een dief bezig onze jassen te stelen. Glory to God.
Prijs God, zei de gemeente. And then when the church was dismissed, everyone found that their jacket was gone. En toen de dienst eenmaal voorbij was, kwam iedereen erachter dat hun jas was gestolen. And the pastor said, I told you. En de dominee zei, dat heb ik jullie toch gezegd. And they said, but you were preaching. We didn't think we had to listen. Maar de gemeente zei, dominee, u was aan het prediken. U dacht toch niet dat wij, we dachten niet dat we moesten luisteren naar u. When I tell you that the Bible tells you you're to do everything for the glory of God, is that going to affect you tomorrow at all? Als ik u vanmiddag zeg dat de Bijbel tegen u zegt dat u alles behoort te doen ter ere Gods, heeft dat enige invloed op uw leven morgen? Is it going to change you at all? Gaat het u veranderen? It better. Het zou zo moeten zijn. Because now you're responsible. Want nu, vanaf nu bent u verantwoordelijk. It may be better off for you if you're not really serious about obeying, for you just to get up and leave now. Misschien is het wel beter voor u als u niet ernst wil maken met gehoorzaamheid aan God. Is het misschien wel beter voor u om nu op te staan en weg te gaan. Because with the truth you're going to hear, you're going to be more responsible. Want met de waarheid die u zult horen, zult u ook meer verantwoordelijkheid krijgen. In 2 Timothy 3:16 and 17. The Bible says all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. 2 Timothy 3:16 and 17. What does that mean? Wat betekent dat? It means the Bible has something to say with regard to everything that will ever happen to you. Het betekent dat de Bijbel iets te zeggen heeft tot u ten aanzien van alles wat er ooit met u zal gebeuren. It has direction on everything that's ever going to come into your life. Daarin zult u richting kunnen vinden ten aanzien van alles wat er ooit uw leven zal binnenkomen. It has the answer for everything. U zult het antwoord vinden op alle dingen. Are you going to respond to that in obedience? En wilt u daar dan met gehoorzaamheid op reageren? Are you going to begin to construct your life or rebuild your life upon the Word of God? Wilt u er een begin mee maken om uw leven te gaan herstructureren en opnieuw te gaan opbouwen op grond van Gods woord? Because if you do not, you are building your house upon the sand. Want als u dat niet zult doen, dan bent u bezig uw huis op het zand te bouwen. Now I want to talk for a moment about parents before we start talking about a relationship with young people. I want to talk to the parents who are here. Ik wil vanmiddag ook beginnen door een aantal dingen te zeggen tegen de ouders voordat ik tot de jongeren zal praten. The greatest responsibility I have as a human being is that of a husband and a father. De grootste verantwoordelijkheid die ik draag als mens is de verantwoordelijkheid van echtgenoot en die van vader. And one day I know I will stand before God and be judged. En ik weet dat er een dag zal komen dat ik voor de Heere zal staan en geoordeeld zal worden. And I know that my actions can either lead to great blessing in my children's life or a great curse in my children's life. Ik weet dat al mijn daden of leiden tot zegen in het leven van mijn kinderen of leiden tot vloek in het leven van mijn kinderen. How much of the way you parent your children is based upon the Word of God? Hoeveel van de wijze waarop u ouder bent van uw kinderen is gebaseerd op Gods woord? And you say, I believe the Bible. En u zegt, ja, ik geloof in de Bijbel. That's not my question. Maar dat was niet mijn vraag. Can you right now sit down with a piece of paper and start writing out the biblical principles with regard to parenting? Als u nu een papiertje in hand zou hebben, zou u dan daarop kunnen schrijven wat de Bijbelse principes zijn ten aanzien van het ouderschap? Can you write out the principles of authority? En weet u wat de principes zijn ten aanzien van ouderlijk gezag? From different parts of the Bible. Uit verschillende gedeelten in de Bijbel. Can you write out a biblical theology of discipline? Kunt u een Bijbelse theologie verwoorden ten aanzien van de tucht van uw kinderen? Can you show me how you have taught your children all the days of your life according to Deuteronomy chapter 6? Kunt u mij laten zien hoe u uw kinderen hebt onderwezen alle dagen van uw leven gebaseerd op het principe uit Deuteronomium hoofdstuk 6. I'm not trying to hurt you.
Nou, ik wil u vanmiddag niet pijn doen. I'm trying to show you something. Maar ik wil u iets laten zien. How easy it is to say we believe the Bible and we're biblical. Het is zo makkelijk om gewoon te zeggen, ja, wij geloven in de Bijbel en wij zijn Bijbels bezig. But we don't apply it to almost anything in our life. Maar soms dan passen we het zo ontzettend weinig toe in ons leven. Now the first thing about a parent. Nou, ten eerste over ouders. It is the parent's responsibility and especially the father's responsibility to strive to know the scriptures. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en in het bijzonder de verantwoordelijkheid van de vader om er naar te streven om de schriften te kennen. Proverbs 29:18 says this. Spreuken 29 vers 18 zegt dit. Where there is no vision, the people are unrestrained. Als er geen visie en kennis is, dan verwildert het volk. But happy is he who keeps the law. Maar gelukkig is hij die zich houdt aan de wet. It says where there is no vision. Daar waar geen visie is. Many preachers take this phrase out of context. En veel predikers die halen dit vers uit hun context. You know, a preacher says we've got to have great vision to do great things for God, or we won't be useful to Him. De prediker zegt het is heel belangrijk dat we enorme visie hebben, want anders zullen we niet nuttig kunnen zijn. But that's not what this text is teaching. Maar dat is niet wat dit deze tekst zegt. It says where there is no vision or where there is no revelation or knowledge of God's law. De tekst zegt dit, als er geen visie is, in die zin als er geen openbaring is en kennis is van Gods wet en wil. The people live lawless lives. Dan zullen de mensen logischerwijs ook wetteloos leven. Now would you consider yourself a person who lives a lawless life? Nou, beschouwt u zichzelf als iemand die wetteloos leeft? But if you can't tell me the laws that God has laid down with regard to being a child or a son or a daughter, then yes indeed, you live a lawless life. Maar als u niet in staat bent om datgene wat Gods woord zegt, de principes ten aanzien van bepaalde gebieden in uw leven, of bijvoorbeeld ten aanzien van het zoon of dochter zijn, als u dat niet kunt verwoorden, dan is het waarschijnlijk dat u ook wetteloos leeft. Because you're living a life without law. Want u leidt uw leven zonder die wet. If you're a parent who cannot take me right now to different laws in the Bible regarding parenting, then you're a parent who lives without God's law. Als u vanmiddag een ouder bent die mij niet kan meenemen naar schriftgedeelten die uitleggen wat de bedoeling is vanuit Gods woord ten aanzien van het ouderschap, dan bent u als ouder zonder die wetten. You remember Israel would read the Bible a lot. We moeten ons goed realiseren dat het volk Israël wel degelijk in die Bijbel las. They would guard it in the synagogue. Ze waakten erover in de synagogen. They would kiss it when they would bring it out. En ze zoenden de Torahrollen als die naar buiten werden gebracht. But they didn't follow what it said. Maar ze deden niet wat erin stond. So the first responsibility of parents and especially fathers is to study God's word. Dus de eerste verantwoordelijkheid van ouders, in het bijzonder vaders, is om Gods woord te bestuderen. Remember what Hosea 4:6 says? Weet je wat Hosea 4 vers 6 zegt? My people are destroyed for a lack of knowledge. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. If you're a man here who has a wife and children. Als je een man bent en je hebt een vrouw en kinderen. You can say my wife is destroyed because of my lack of knowledge. Dan kan je zeggen mijn vrouw is ten onder gegaan vanwege mijn gebrek aan kennis. My children are being destroyed because of my lack of knowledge. Mijn kinderen zijn ten onder gegaan vanwege mijn gebrek aan kennis. My family as a whole is being destroyed because of my lack of knowledge. Mijn gezin als geheel is ten onder gegaan vanwege mijn gebrek aan kennis. Moses told the people of Israel. Mozes die zei tegen het volk Israël. Regarding the law of God. Ten aanzien van Gods wet. He said, "This is not a small thing. This is your life." Hij zei tegen hen: dit is niet een kleinigheid. Dit is jullie leven.
Now another thing that parents must realize is that it is their responsibility to strive to live as biblical examples. Nou, iets heel anders wat heel belangrijk is voor ouders is dat het hun verantwoordelijkheid is om er naar te streven om ook voorbeelden te zijn voor hun kinderen. Paul told the church in Corinth to be imitators of him. Paulus die schreef aan de Korintiërs: wees mijn navolgers. 1 Corinthians 4:15 through 17. 1 Corinthiërs 4 vers 15 tot en met 17. He simply says, be imitators of me. Dan zegt hij: wees mijn navolgers. Now, I want you to let's go to Matthew 23 just for a moment. Ik wil met jullie naar Matteüs 23. And we're going to read verses 2 and 3 of Matthew 23. De Heer Jezus zeggende: de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Daarom al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houd dat en doet het. Maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het en doen het niet. This is a warning to those of us who are parents. Dit is een waarschuwing voor ouders. The Pharisees were seated in a place of authority. De fariseeën die waren gezeten op een stoel met gezag. And many times they taught things that were right. En heel vaak dan onderwezen ze ook dat wat rechtvaardig, wat juist was. But they did not practice them. Maar ze brachten het zelf niet in toepassing. They were hypocrites. Ze waren schijnheiligen. And it caused the people to be embittered against them. En dat leidde ertoe dat het volk eigenlijk bitter werd ten opzichte van hen. But this is also a warning to the children. Maar dit is ook een waarschuwing voor kinderen. It says to listen to your parents when they teach you biblical truth. De Bijbel zegt dat het belangrijk is voor kinderen en dat de kinderen moeten luisteren naar hun ouders als hun ouders hen bijbelse waarheid onderwijzen. And even though your parents do not live what they teach. En zelfs als je ouders niet leven naar wat zij onderwijzen, you should still obey. Dan behoor je nog steeds te gehoorzamen. The sin of your parents will be no excuse for your disobedience on the day of judgment. De zonde van je ouders is geen verontschuldiging voor het kind. Another thing. Iets anders. Is parents must strive to love, teach and govern biblically. De verantwoordelijkheid van de ouders is om lief te hebben, te onderwijzen en leiding te geven op een bijbelse wijze. Again, this is especially true with regard to the father. En opnieuw, dit is vooral de verantwoordelijkheid van de vader. Remember, men, you're all excited about being the head of the household. Weet je nog, mannen, het is natuurlijk fantastisch om het hoofd van het gezin te zijn. But now you're seeing the great responsibility of it. Maar nu zien we iets meer van de grote verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Let's look in Genesis 18, 19. Genesis hoofdstuk 18, vers 19. We're going to look at what God says about Abraham. Genesis 18, 19. Wat zegt de Heere God over Abraham? Genesis 18, vers 19. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, dat zij de weg des Heeren houden, om te doen gerechtigheid en gericht. Opdat de Heere over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Here we can see a chain with many links. Hier zien we een ketting met veel schakels. God had chosen Abraham. God had Abraham uitgekozen. So that he might command his children and his household after him. Hij had hem gekend opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen. To keep the way of the Lord. Om de weg des Heeren te houden. Now I want to go to Deuteronomy chapter 6 verses 5 through 9. We're going to read all these texts. I'm not really going to comment on them because I don't have time, but I want you to see the importance of them. We gaan naar Deuteronomium hoofdstuk 6. Now, before we read this, parents, I want you to ask yourself, does this describe your teaching relationship with your children? Nou, ouders, voordat we dit samen gaan lezen, wil ik jullie de vraag stellen, is dit een beschrijving van hoe jullie bezig zijn jullie kinderen te onderwijzen? Ja?
Deuteronomium 6, vers 5. Zo zult gij de Heere uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken. En als gij in uw huizen zit, en als gij op de weg gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand en ze zullen u tot voorhoofdspansel tussen uw ogen zijn. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. It is not the responsibility of the church to teach your children. It is the father's responsibility. Het is niet de verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente om de kinderen te onderwijzen. Het is de verantwoordelijkheid van de vader. In Ephesians 6:4 the Bible says, "Fathers, do not provoke your children to anger." Ephesians hoofdstuk 6 vers 4 zegt: "Ouders, verbittert uw kinderen niet." But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Maar voed hen op in de tuchtiging en de onderwijzing van de Heer. Let me just briefly comment on this. En hier wil ik het volgende over zeggen. Oftentimes the only time the father talks to his children about morality is because they've already disobeyed. Heel vaak is het zo dat de enige keer wanneer de vader met de kinderen praat over wat goed is en wat verkeerd is, is het meestal het geval dat ze al ongehoorzaam zijn geworden. And they are angry. En dan zijn ze boos. The father's mad. De vader is boos. But you need to understand something, fathers. Maar vaders, u moet dit begrijpen. You are supposed to teach your children. Je bent verantwoordelijk om je kinderen te onderwijzen. Diligently. Ijverig. And you are supposed to train your children diligently. En je behoort hen te trainen. Met toewijding. And you're supposed to discipline your children compassionately and diligently. En je behoort hen ook te tuchtigen met bewogenheid en ook ijverig en toegewijd. You say, what's the difference between teaching and training? U vraagt misschien, wat is dan het verschil tussen onderwijzen en trainen? Well, let me use a very simple example. Nou, daar kan ik een heel eenvoudig voorbeeld van geven. The Bible says that a young man should stand up in the presence of an older man. De Bijbel zegt dat een jonge man moet gaan staan in de tegenwoordigheid van een oudere iemand. That's a principle of honor. Dat is een iets waardoor eerbied wordt getoond. If I'm sitting down and an older pastor comes to me, I stand up. Als ik op een stoel zit en een oudere voorganger die komt naar mij toe, dan sta ik voor hem op. Now, I take my son and I take him to the law and I teach him that in the presence of an older man you must stand up. Nou, stel je voor dat ik met mijn zoon ga naar de Bijbel en hem laat zien dat de Bijbel zegt dat een jong iemand behoort op te staan voor een ouder iemand. And I teach him why. En ik vertel hem ook waarom dat zo behoort te zijn. But then I take my son and I put him on the couch. Maar dan zit ik later met mijn zoon op de bank. Or in a chair. Of in een stoel. And I walk out of the room. En hij zit daar en ik ga de kamer uit. And then I walk back in the room. En dan loop ik de kamer weer in. And he kind of just looks at me. En hij kijkt me aan. And I said, "What did we just learn?" En ik zeg tegen hem, wat hebben we zojuist geleerd? Oh, that's easy, Dad. We learned to stand up. Oh, dat weet ik, vader. We hebben geleerd dat we moeten opstaan. Yes, but son, there's a problem. Ja, zoon, maar er is een probleem. What? Wat dan? You're not standing up. Je staat niet op. And so I go out of the room. Dus ik ga weer weg. And I come back in again. Ik kom weer terug. Do you know John and Charles Wesley, the famous preachers from England? Heb je wel eens gehoord over John and Charles Wesley, bekende predikers uit Engeland? It has been said that their mother went in and out of the room 150 times to teach them and to develop the habit of obeying this principle in Scripture. Ik heb gelezen dat hun moeder 150 keer de kamer in, uit en in is gelopen om hen dit Bijbelse principe te onderwijzen en hen daarin te trainen. Train a child how to sit in church. Leer een kind hoe hij behoort te zitten in de kerk. So we have a little, we make a little church in the living room of our house. Dus wij imiteren een soort kerksituatie bij ons thuis. And I teach my boys how to sit there.
En ik leer mijn jongens hoe ze daar behoren te zitten. The advantage is I have a little switch now. Het voordeel daarvan is ik heb een klein little switch, a little stick. Een kleine zweep of een kleine that does not hurt their body. En dat doet hun lichaam niet pijn. But it does sting. Maar het is wel een beetje beangstigend. And I train them. En ik train hen. So that when they go to church, they've been trained. They sit there. Dus als ze nu in de kerk zitten, dan zijn ze gedrild. And when older men come in and out of the church, they stand up and sit down and stand up and sit down. En als er oudere mensen de kerk binnenkomen, dan gaan ze elke keer staan en weer zitten. And you say, well, I think that's a little too much. En u zegt, ja, ik vind dit wel een beetje ver gaan. Yeah, well, I've seen some of your children running around here. Ja, ik heb sommige van uw kinderen hier zien rondrennen. Oh. But you know what? Most of the time we don't teach our children. Maar weet je, de meeste van de tijd onderwijzen we onze kinderen helemaal niet. We don't train our children. En we trainen ze ook niet. But we do get mad at them when they don't obey in public and they shame us. Maar we worden wel boos op hen als ze ons niet gehoorzamen. Terwijl er andere mensen bij zijn en ze ons beschaamd doen staan. And we yell and we get frustrated. En dan schreeuwen we tot hen en raken we gefrustreerd. But if you spend a great deal of time teaching and training, you won't be so angry. Maar als je gewoon tijd besteedt aan het onderwijzen en het trainen, dan zul je niet zo snel boos op hen worden. You have no right to demand things from your children if you're not going to invest in them. Je hebt geen recht om dingen van je kinderen te verwachten en te eisen als je niet veel in hen wilt investeren. In 1 Timothy 3:4 we're not going to read it, but I simply want to say this. It's a requirement for a pastor that he manages his own household well. 1 Timotheus 4 vers 3, het gaat over de vereisten voor oudsten en daar staat dat het voor een voorganger of een ouderling of een dominee vereist is dat hij een goede bestierder is van zijn eigen gezin. If he does not manage his own household well, als hij zijn eigen gezin niet op een goede wijze leidt, and his children do not obey him with honor and dignity, en als zijn kinderen hem niet gehoorzamen met respect, he cannot be a pastor. Dan kan hij niet een voorganger zijn. This is serious, isn't it? Dat is ernstig. Dat is nogal wat. Now let's look at children for a moment. Nou, als we kijken naar de kinderen.